President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er een onderzoek gaande is met betrekking tot de 150 visvergunningen die vermoedelijk in Guyana gebruikt worden. De afgelopen dagen is er veel ophef hierover ontstaan. Het staatshoofd gaf donderdag in de Nationale Assemblée aan dat er op structurele wijze informatie verzameld wordt. Het moet nog blijken of de visvergunningen door het ministerie van LVV zijn uitgegeven. Aan de andere kant is de informatie namelijk dat het vergunningen zijn die aan deze kant misschien gegeven zijn en kopies daarvan aan de andere kant verkocht zijn. Waarom kunnen wij dit niet allemaal grondig onderzoeken? Dat is wat we aan het doen zijn. De informatie aan het verzamelen zijn, aan het onderzoeken zijn. Maar emotioneel doen om een issue met de voorzitter wat een grensoverschrijdend karakter heeft, waar twee presidenten zich persoonlijk mee bezighouden, geef ons de ruimte om alle informatie te verzamelen. En als het dossier daar is, dan krijgt uw parlement de informatie. Wij laten ons door niemand onder druk zetten. Door niemand. Wij zijn correct bezig. President Santokhi zegt dat de resultaten van het officiële onderzoek afgewacht moeten worden.